het roven van kunst vanuit het land van herkomst zorgt ervoor dat je die kunst plaatst in een nieuwe context. En daardoor krijgt het kunstwerk ook een nieuwe identiteit. Binnen deze identiteit wordt het verhaal niet verteld door de maker zelf. En daardoor gaan delen van het verhaal ook verloren. Waardoor ook delen van de identiteit verloren gaan. Het is niet alleen maar het toe-eigenen van de cultuur. Het is ook van een bepaalde cultuur. Het is ook het stoppen, het afstommen van. Want op het moment dat jij het naar jouw land toehoudt, eigenlijk 1000 kilometers over de zee, dan zijn de mensen die achtergebleven zijn niet meer in staat om een connectie te maken met hun cultuur. Of dat wordt in ieder geval moeilijker. Zeker ook als ze willen teruggrijpen of bepaalde dingen willen zien. En daar moeten ze dan heel veel moeite voor doen. Dus ik denk dat dat effect, waardoor er een bepaalde ook non-westerse en kapitalistische gedachtegoed kan ontwikkeld kan worden, dat dat ook wordt geremd daardoor. Nederland heeft dat gewoon toegeëigend. En als je dat jezelf toeëigent of rooft, door middel ook van hele extreme manieren, voel je beter dan de mensen daar. Daar komt natuurlijk ook het woord westerse beschaving vandaan. Waren we dan zo beschaafd? Ik vind het helemaal niet beschaafd als je rooft, moordt, afslacht, noem het allemaal maar op. Wat zegt het over hun identiteit? Zij hebben er eigenlijk zelf niks over te zeggen. Wij hebben dat bepaald als westerse beschaving. En wij hebben bepaald eigenlijk dat zij minder zijn, maar er valt wel heel veel te halen. Los van dat het land of de mensen zelf een gedeelte van hun geschiedenis missen, die ze misschien nu, net zoals er hier in Nederland bepaalde kunstwerken zijn die overgeleverd worden aan nieuwe generaties, als in dit is een trots van ons land. Dat wordt onmogelijk gemaakt, omdat het er gewoon niet meer is. Dus het wordt gewoon uitgewist. Het is erasing of culture. Dus daarom moet het terug naar die plek gaan, zodat mensen ook een gedeelte van die pracht kunnen ervaren en zien op de plek waar het thuis hoort. Ja. Ik denk dat het natuurlijk per land verschilt hoe het roven van kunst effect heeft gehad op de identiteit. Er zijn landen waar men ondanks het koloniale geweld toch nog een groot deel van de cultuur in stand heeft weten te houden. Maar er zijn ook landen waar een groot deel van de cultuur gewoon echt is weggevaagd en echt westerse systemen zijn opgedrongen. Dus ik denk dat je echt per land, zelfs landen eigenlijk, kan je de vraag stellen: oké, maar wie heeft die landen gecreëerd? Als je kijkt naar het Afrikaanse continent, zijn heel veel van die grenzen ook een erfenis van dat koloniale verleden. Dus roofkunst is overduidelijk heel direct verbonden aan het kolonialisme. Dus daar moeten we gewoon heel kritisch over nadenken. Ja, ik denk dat het uiteindelijk dan neerkomt op de vraag van hoe creëer je, waar we het net over hadden, op nationaal niveau, hoe creëer je gelijkheid binnen een land, maar hoe creëer je dat ook op globaal niveau. Ja, want die erfenis is op allerlei manieren nog te zien, ook in de politiek, in de economie. Ik denk dat er een mogelijkheid is dat voor sommige kunstwerken dat familieleden of nakomelingen wel kunnen definiëren wat het voor hun betekent. Maar ik betwijfel of dat gekoppeld zal zijn aan kunst. Ik denk dat het meer gekoppeld zal zijn aan traditie, aan cultuur, aan heritage. En ik denk dat we hier in het Westen heel erg gewend zijn om dat soort dingen tentoon te stellen en geld ervoor te vragen. Terwijl waar het vandaan komt, is het onderdeel van de samenleving. Is het misschien wel een subgod waar mensen naartoe gaan. Is het een altaar, weet je wel, waar mensen naartoe gaan om hun rituelen te doen. Dus
dat vind ik wel complex om te definiëren van of de familieleden of nakomelingen wel zullen weten wat ze ermee moeten. In bepaalde gevallen denk ik van wel. Maar sommige dingen zijn zoveel jaar en generaties verder dat misschien de cultuur of de functie die het werk had toen het gestolen werd, dat nu misschien niet meer zou hebben. Maar dan denk ik dat je het gewoon moet teruggeven aan het museum in het land. Of meehelpen om een museum te bouwen. De winnaar vertelt de geschiedenis, zegt men altijd. Dus de geschiedenis zoals die nu verteld wordt, is nog niet op het punt dat je kan zeggen de geroofde kunst wordt op een goede manier vertaald, totdat de overwinnaar in zijn eigen werk in het handen heeft. Zo kan, denk ik, ja. Ik denk dat teruggeven van die roofkunst kan bijdragen aan het herstellen van de culturele identiteit, bepaalde normen, bepaalde waarden van bepaalde groepen, gemeenschappen waarvan is geroofd. En dat weer een basis kan vormen voor een sterker zelfbewustzijn, wat op politiek en economisch niveau weer tot een sterkere positie kan leiden, tot meer gelijkheid.